de Koran, toch? Laat ik een ander voorbeeld geven. In Surah 4, Surah Nisa, vers 34, staat erop hoe je je vrouw moet tuchtigen, toch? Ga eerst spreek haar boos toe, dan stuur haar naar het verslaap. En is dat de volgorde die we moeten aanhouden voordat we haar slaan? Kijk, slaan is nee, sowieso is dat, de laatste. Ja, de laatste. Maar dat is de laatste stap, toch? Ja. Dat is de laatste stap. Je moet eerst op de vreedzame, okay. Op goed. Eerst op de vreedzame, okay. Op goede wijze. Wat als ik kan laten zien dat Mohammed deze eerste twee stappen heeft overgeslagen en gelijk zijn vrouw heeft geslagen? Zonder dat hij heeft nog nooit zijn vrouw geslagen. Sahih Muslim, boek 4. Sahih Muslim, boek 4, nummer 2127. Sahih Muslim, boek. Onzin. De profeet, vrede zij met hem, was de beste tegen zijn vrouwen. Hij heeft nooit zijn vrouw geslagen. Maar moslim was altijd correct, toch? Moslim was altijd correct, zeg je. Sahih Muslim was altijd... Ik moet eerst de eerste zin op... Sowieso, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, alle hadith zijn daar in betrouwbaar. Nee, oké, dat weten we. Oké, Sahih Muslim, book 4, hadith number 2127. What is to be said while visiting the graveyard in a supplication to be offered for the dead lying in the graves? Muhammad bin Qais said to the people, should I not narrate to you a hadith of the Holy Prophet on my authority and on the authority of my mother? May peace be upon him. We said yes. She said, when it was my turn for Allah's Messenger, spend the night with me, he turned his side, put on his mantle and took off his shoes and placed... And then I told him the whole story. He said, was it the darkness of your shadow that I saw in front of me? I said, yes. He struck me. Kijk, dat is verkeerd. Alleen iemand. Kijk, dit is... Maar kan jou, zo bij jou doen. Je krijgt pijn of je krijgt geen pijn. Trouwens, misschien is die vertaling helemaal fout. Okay, ik moet dat nog checken in het Arabisch. Eén punt maken. Je geeft aan van, en dat is eigenlijk het probleem waar we de hele debat tegen en jou trouwens, die vers van de Koran gaat over iets heel anders. Oké, maar mag ik even mijn gezin opmaken? Kijk, dat zijn we eigenlijk al tegenaan gelopen het hele debat door. Is namelijk van, elke als wij jouw feiten laten zien, dan reïnterpreteer je... Nee, maar luister. Want jij denkt dat het feiten zijn. Dan reïnterpreteer jij het niet alleen, maar dan nog, dan geef je aan. Je geeft in eerste instantie aan, je kent de hadith niet. Dan lees jij een vertaling en dan zeg je, ja, dit is een verkeerde vertaling. Maar op basis waarvan berust je dat? Je kent de hadith niet. Omdat je kent de authentieke boeken in mijn huis heb. Ik ook. Met de maar je kent de hadith niet. Dat ken je niet. Dus hoe weet je dat deze niet authentiek is? Ja. Ik kan dat toch checken? Ja, je kan dat checken, maar dat kan je toch nu nog niet de uitspraak doen? Het feit dat jij mij een website laat zien met die vertaling van die hadith, betekent nog niet dat die hadith daadwerkelijk authentiek is en daadwerkelijk in Sahih Bukhari moslim terug te vinden is. Dat die vertaling die gegeven is correct is. Dat kan door een anti-islamitische, anti-moslim site. Zullen we een beetje aanranden? Dit was een begin van het debat. Heel goed. Dat was een mee. We gaan dat vaker. Jij hebt hulp nodig. Ja. Je hebt echt hulp nodig. Jullie ook. Nee, jij hebt echt hulp nodig. Want jullie zitten vol met shubahat en shahawat en waswasa van de shaitan. Dank je wel. Het was een goed gesprek. Was goed gesprek. Inshallah. Gaan we vaker doen. Hey, leuk je te ontmoeten, joh.